Achteraf gezien moesten we de overeenkomst met het ministerie van Onderwijs niet tekenen. De minister heeft ons beetgenomen. Zo reageert Lucien Rotsburg, directeur van het IMEO 2, over de afspraken met onderwijsminister Robert Peneu. Partijen hebben afgelopen maandag een akkoord bereikt over de toekenning van lesuren voor het opstellen van repetitiewerk door intersectie- en sectievoorzitters. Aan de uren die zijn overeengekomen wordt een vergoeding gekoppeld. De IMEO-directeuren hebben nu de taak de afspraken met hun docenten te bespreken. We hebben aangegeven dat we dit ook gaan voorleggen aan de ALV. En ik denk, als je iets gaat voorleggen aan de ALV, dat je twee kanten uit kan. Het is of de ALV zegt ja, of de ALV zegt nee. Toch? Maar het ministerie heeft ons ook niet bij wijze van praten de ruimte gegeven om te zeggen van neem dit mee naar de ALV en pas wanneer de ALV het goedkeurt komen jullie terug om te tekenen ervoor. Die ruimte is niet geboden? Nee, die ruimte is niet geboden. Maar ik probeer het te begrijpen, maar ik hoop dat u me snapt, want u heeft een overeenkomst, het is geen principeakkoord, het is een akkoord dat bereikt is met het ministerie. Dus het is best wel lastig. Ja, maar kijk, maar vergeet niet dat we in het gesprek ook hebben aangegeven dat over deze situatie verder onderhandeld moet worden met de bond van leraren. Dat hebben we expliciet in die vergadering of in die meeting met de minister ook aangegeven. Rotsburg benadrukt dat de directeuren een middenweg proberen te vinden voor de leerlingen die in de toetsperiode zijn. Het is daarom dat zij het akkoord hadden bereikt met het MINOFC. Eigenlijk, we probeerden een middenweg te vinden, alleen om uit de impasse te geraken. De minister heeft ons toen iets voorgehouden, we hebben gekeken, wat correcties aangebracht. En hij heeft ons gevraagd om te tekenen dat we akkoord gaan ermee. Wij hebben tegelijkertijd aangegeven dat wij dit ook moeten brengen naar de ALV. Omdat wij de docenten niet kunnen binden. Hè. Het is de bond van leraren die de vertegenwoordiger is. Maar wij dachten, nee, wij willen oplossing hebben in deze zaak. We hebben het gebracht naar de ALV. Alle scholen hebben een ALV gehouden. En op alle scholen is de overeenkomst die wij hadden met de minister, ja, of niet met de minister, met het ministerie, dat het is afgewezen. Lucien Rotsburg, directeur van het IMEO 2. Hij heeft samen met andere schooldirecteuren een overeenkomst bereikt met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Deze overeenkomst is afgewezen door de docenten. Tijdens een persconferentie van de Bond van Leraren vandaag is meegedeeld dat leerkrachten morgen gaan protesteren bij het ministerie.